De mythische eenhoorn werd al in het oude Mesopotamië afgebeeld. Men geloofde dat de hoorn geneeskrachtig was en mensen kon genezen. In de christelijke kunst stond de eenhoorn voor kuisheid en maagdelijkheid. Door de eenhoorn in haar schoot te leggen, kon een maagd de eenhoorn temmen. Dit is het witte paard van Uffington. Dit paardenfiguur is waarschijnlijk een paardengodin en is gesitueerd in de Berkshire Downs in Engeland. Het is gemaakt van met kalk gevulde geulen en bestaat al ongeveer 3000 jaar. Sleipnir is een achtbenig paard uit de Noorse mythologie. Hij was het paard van oppergod Odin. Door zijn acht benen was hij zeer snel en kon over zeeën en in de lucht rijden. Het paard van Sinterklaas is waarschijnlijk op Sleipnir gebaseerd. Americo is de schimmel van Sinterklaas en was oorspronkelijk een politiepaard. Toen hij met pensioen ging, kreeg zijn opvolger dezelfde naam. Het Engelse paard Marokko was samen met zijn eigenaar William Banks heel beroemd in het 16e eeuwse Europa. Hij voerde velerlei wonderbaarlijke kunstjes op, zoals geld tellen, buigen en kleuren herkennen. Ze waren bijna wegens hekserij veroordeeld tot de doodstraf. Het Przewalski paard is het enige overgebleven wilde paard ter wereld. Dit betekent dat hij, in tegenstelling tot verwilderde paarden, geen tamme voorouders heeft. Het leeft voornamelijk in het Hüsttal Nationaal Park in Mongolië. In het Mongools wordt het Taki genoemd. Marengo was het paard van Napoleon Bonaparte. Hij werd vernoemd na de slag bij Marengo in Italië in 1800. Na de slag bij Waterloo werd hij gevangen genomen en naar Engeland overgebracht. De man die verantwoordelijk was voor de nederlaag van Napoleon, de hertog van Wellington, had een paard dat Kopenhagen heette. Kopenhagen stond erbij in de slag bij Waterloo. In 1836 kreeg Kopenhagen een begrafenis met militaire eer. Meer weten over beroemde paarden? Lees dan het artikel Beroemde paarden. Klik dan op de link in de beschrijving.